In februari 2015 komt 2K in samenwerking met Turok Studios uit met een nieuwe game genaamd Evolve. Evolve is een 4v1 MOBA eigenlijk. Ja, het is eigenlijk steeds dezelfde map. Alhoewel, er zit heel veel dynamiek in. Je kan ervoor kiezen op vier roles. Je kan Assault, Medic, Support en Trapper. En je moet eigenlijk met z'n vier samenwerken om de monster te kunnen pakken. Die ook gespeeld kan worden door jou of door iemand anders. En daar heb je twee monsters. Dus de Goliath en de Kraken. Kraken heeft het vliegen eigenlijk mee. En de Goliath zijn flamethrowers. Echt super epic. Ik heb net Medic mogen spelen en het monster. Het monster is zo vet om te spelen, moet ik eerlijk zijn. Alhoewel, er zit ook wat moeilijkheidsgraad in. De medic, die is het allermoeilijkste, want als jij dood bent, nou, dan gaat gewoon je hele team dood. Qua spelen, het is even wennen als je niet gewend bent om games zoals League of Legends te spelen bijvoorbeeld. Maar de graphics, die zijn echt awesome. Als je de spels doet bij Kraken bijvoorbeeld, dit ziet er zo vet uit. Maar er zit wel lastigheid in, bijvoorbeeld als je Vortex gebruikt, moet je hem wel goed aimen. Je kan dashen, je kan ook nog heel veel chargen. Dus dat is een beetje de moeilijkheidsgraad aan de game, maar hij is wel zeker weten vet.